Dean Goré, de coach van de nationale voetbalselectie, is aangenaam verrast met de onderscheiding die hij gisteren heeft ontvangen van president D.C. Boutersche. In verband met 44 jaar staatkundige onafhankelijkheid zijn Surinaamse burgers die zich verdienstelijk hebben gemaakt op sociaal, cultureel en maatschappelijk vlak gedecoreerd. Goré kreeg de onderscheiding van officier in de ereorde van de Gele Ster. In totaal zijn 187 bloeddonoren gedecoreerd. De president zegt trots te zijn op de gedecoreerden, omdat ze het algemeen belang hebben gediend. Goré voelt zich heel gemotiveerd door deze decoratie. Met trots, dames en heren, zullen wij vandaag ter gelegenheid van de viering van 44 jaar staatkundige onafhankelijkheid bijzondere Surinamers waarderen. Het gaat om mensen die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt binnen de verschillende gebieden en sectoren. Het sociaal, maatschappelijke, in het welzijnswerk, in de buurten, de vorming van onze jongeren, binnen de gezondheidszorg, binnen ons cultuur. Kortom, datgene wat maakt dat wij ons onderscheiden als Surinamers. Ik had niet verwacht dat het op deze magnitude zou zijn. Ik dacht dat het gewoon een speltje zou zijn en that's it. Maar het is toch wel dat je het van de president mag ontvangen. Op de manier hoe hij het heeft gedaan ook. Is het toch een blijk van waardering en trots. Dat ik heb voor natuurlijk dat ik in mijn eigen land zoiets mag ontvangen. Met toch mijn vrouw hier en mijn zusje en haar dochtertje. Is toch een mooi blijk van waardering. Had u dat ooit verwacht? Nee. Het is niet iets waar ik stil bij sta. Ik doe alles wat ik doe, doe ik uit geheel mijn hart. En dat je dan gewaardeerd wordt op deze manier, is alleen maar mooi. Nou, wat zal deze decoratie bijdragen bij de inspiratie en de motivatie van Dean Goré en onze nationale spelers? Nou, het geeft me in ieder geval wel een boost. Het geeft mij een goed gevoel. Een gevoel van waardering. Een gevoel dat het erkend wordt, hetgeen wat ik doe. En herkend wordt waar ik mee bezig ben. En dat het ook nog eens positief naar buiten wordt gebracht en gestimuleerd wordt. Joyce Uden is gisteren ook gedecoreerd. Zij is voorgedragen door de Lions Club voor haar jarenlange bijdrage aan het lionisme. Ik ben vandaag, zoals ik heb gemerkt, voorgedragen door de Lions van Suriname. Voor mijn verdiensten die ik de afgelopen 27 jaar, denk ik, heb gedaan. En dat apprecieer ik ten zeerste. En dan zie ik dat het toch wel niet ongemerkt voorbij gaat. Waardoor ik ook anderen wil stimuleren en aanmoedigen om ook in het sociaal leven bezig te zijn. Want vandaag aan de dag zijn we allemaal bezig met onze internet, onze iPhone, iPad en al dat soort dingen. Maar het contact met elkaar, dat is toch wel essentieel. En ik denk dat we daaraan ook willen werken, ook in het lionisme. En dat propageer ik ook ten zeerste. En ik hoop dat er meer aandacht wordt besteed aan dit sociaal werk, in welke vorm dan ook. Joyce Uden, die gisteren ook is gedecoreerd in verband met 44 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname. De decoratieceremonie is gehouden in de congreshal.